Voor aan de weg hebben we een bord staan waarop we aangeven dat we biologisch vlees hebben. En dan aan de andere kant dat we ook biologische melk kopen. En die melk kopen we vanuit de melkkamp. En dit is hem dan, de melkkamp. Het is eigenlijk gewoon een hele grote koelkast waar twee melkbussen in staan. Mensen kunnen hier zelf tappen. Hier achter het deurtje zit het groenpunt. En daar kan worden betaald met puntjes. Met een pasje. En daarnaast verkopen we ook wat flessen bij. Mensen kunnen flessen bijzoeken. Heel eenvoudig en lekkere volle melk. De melkpap. Daar ga ik de melkkamp blijven. We gaan eerst even melk in de melkbus doen. De melkbus spoel ik eerst schoon. En daar schoon en dat nog een kamp. Wat jullie hier zien, ik zet er even een kopje op. Zodat ik mag op de timmer erom kan zetten. En op deze manier laat ik de melk in mijn emmer lopen. En als de emmer vol is, de kamer dicht. En giet ik hem over in de melkbus. Nou, dit doe ik elke dag. Afhankelijk van hoe dag het is. In het weekend wordt vaak meer melk gehaald. Door de week vaak wat minder, maar soms. Ik kan heel verrassend dat er ook heel veel melk wordt gehaald en dan moet ik hem tussentijds van heen blijven doen. We zetten nu nog melk in de melktap. En waar ik heel erg van blij is dat ik straks bij heb gehad. En ik niet wil hebben dat mensen gewoon leven mij. Gewoon leven melktap dan. En hier vul ik de melkbus. Ik doe er nu twee emmers in. Naast de emmer die er al in zat, ook drie emmers. En dan hebben we in elk geval voor deze dag weer voldoende melk in de melktap. Even schoonmaken, kraantje weer los. En hoppa, klaar is Kees. Ja. De melkbus is vol. Ik voel het ongeveer. Ik ga nu weer naar de melktap. De melktap die ziet er aan de binnenkant zo uit. Het zijn in feite twee melkbussen in een apparaat met controle dingen erbij. En ik ga nu de deur dicht met dit grote koelkast in feite. Ik ga nu de deur dicht doen en gaan blazen de boeken uit, zodat mensen gaan weer naar gaan. De melktap.